Love it. Working. Hello, welcome to S Collection Store, the first one in Amsterdam. It's Zeedijk 61. Come and check it out. Not just for you, but for your friends, your brother, your sister who wears thongs. You never know. Ben je nerveus? Nou, een beetje. Het is wel spannend natuurlijk. Ja? Kom maar goed. Doe je het vaker? Nou, dit soort dingen niet. Ik heb wel wat vaker fotoshoots gedaan. Maar dat is toch leuk. Wat is het verschil tussen Calvin Klein en ES? Hoe moet ik het uitspreken eigenlijk? S? ES. ES. En dan nog eens GK, maar dat mag je hier niet zeggen natuurlijk. Nou, dat denk ik niet. Het verschil? ES, ja, even een slagje draaien en dan zien we de vorm wat beter. Moet wel een, je, nee, wacht. Oh ja, draai maar even een rondje. Ja, doe maar even leuk, ja. Kunnen we de hele taille even zien? Komen we de voorkant weer tegen? Ja, mooi zeg. Hiervoor droeg ik inderdaad Calvin Klein. Ja toch? Zo'n lange tijd in geweest. Björn Borg is ook nog periode in geweest. En ja, dat was het eigenlijk wel. Björn Borg heb ik heel veel gedragen. Maar ja, nu ga ik uiteraard overstappen op ES. Maar het is altijd, het moet klein zijn. Het moet strak zitten. Nou, het moet gewoon niet in de weg zitten. Ik vind het prettig als het zo zit. En ja, ga je lekker bewegen. Maar laat het even zien. Okay, it's very important that everybody has to be in the first row with the first outfit. We are starting in 5 minutes. You know, we're later. Het gaat toch om onderbroeken? Waarom moet het hoofd dan in de poeder? Het gaat toch om de onderkant alleen maar, hè? Heb je van boven naar beneden in de poeder gestopt? Nog niet. Die huid zie ik, nee hoor, daar is nog wat van. Hoe belangrijk is het eigenlijk dat het goed zit? Ja, belangrijk. We staan straks 10 minuten in de etalage, dus het moet wel mooi zijn. Oh, je moet in de etalage staan? Ja. Ah. We zijn een soort van levende mannequins. Ja. Maar voor jezelf? Ook wel. Dit is allemaal voor het strakke werk eigenlijk, hè? Is de boxer uit? De boxer is voorbij? Of zit er geen boxer in de collectie? Nou, volgens mij doen ze daar minder aan inderdaad. Het zijn meer van die strakkere briefs. En het staat ook leuker. Weet je? Zo kun je een beetje zien wat iemand in huis heeft. Oh, dat is wel belangrijk. Oh ja. Zeker. En welke kleur bepaalt wat? Voor jou? Welke kleur bepaalt wat? Groen. Deze is groen. Groen staat voor lente, die moet gaan komen. Oh, oké, okay. Je bent in de lentestemming. Ja. Oh ja, die winter heeft echt lang genoeg geduurd. Is ook groen je favoriete kleur? Ik vind het wel mooi, ja. Nou. Maar ik heb straks ook nog een roze aan. Dus oh, is, roze voor een speciale doelgroep. Ja, dat hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Nee. Hoe roze ben je zelf? 40%. Ja. 40%, dat is wel in tegenwoordig. He? Dat mensen een stukje roze zijn. Het schijnt zo. Ik doe niet omdat het in de mode is. Hoor. Nee, maar je vindt het prettig. Ja, ik zou het allebei missen als ik het niet kon. Ja, mag ik zeggen. Prachtig. Ik moet alleen die mijn camera hebben. Ja, je body looks better. We use WebEx. It's just pulling blood into your muscles. I use WebEx. Put jezelf niet uit, hè? Wat is jouw favoriete onderstuk? Ondermodestuk? Nou, het stuk dat staat nu toevallig voor het raam, dat is geel. Maar om het lijf zit, bedoel ik. Ja, op het lijf. Nou, weet je wat ik wel heel erg leuk vind? En dat wordt misschien heel blasé over gedaan. Maar er zijn wat onderbroeken en zwembroeken met een vulling voor en achter. En nou is dat niet altijd om ik moet meer piemel hebben of wat dan ook. Maar het geeft wel een goede vorm in een spijkerbroek. En dat doen vrouwen al jaren en waarom mannen niet? Waarom ben je eigenlijk model? Omdat ik wil een positieve imago over de Palestijns laten maken. Dat ze kunnen vrede sluiten, niet alleen met politiek, maar ook met kunst. En dat volgens mij is het een goede omleiding of omweg om vrede te sluiten. En daarom draag je die bekende sjaal. Wat is het ook alweer? Is het een hoofddoek eigenlijk? Ja, tegen de woestijnstorm. Ja, precies. De desertstorm.
Er zitten verschillende kleuren van die originele is wit en zwart en wit. En, maar nu maken ze alle larien verschillende kleuren. Dus, je had ook een hangertje nog van je land. En die is de Palestijnse vlag met de kaart, de landkaart. Als het der hemel die erde stiege küsst. Matthäus Passion of Johannes Passion? Schumann. Maar het had ook uit de Matthäus kunnen zijn. Had ook gekund. Zet je tanden even in het appeltje, dat lijkt me zo mooi gezicht. Naar avondeten. Pasta is ook niet goed hoor. Maar dat vind ik heel lekker. Een soep. Soep? Tomatensoep. Dus het geheim in jouw leven is pasta en tomatensoep? Ja, onderaan. Maar niet uiteten. Gewoon zelf alles klaarmaken en zo. En geen alcohol. Geen alcohol, dat is heel belangrijk. Wijntjes 's avonds, dat kan niet hoor. Nee? Alcohol is helemaal slecht. Probeer wel gezond te eten inderdaad. Veel vis, veel kip, veel pasta. En gewoon waar veel koolhydraten zitten, waar veel proteïnes in zitten. Maar ja, ik leef ook gewoon maar één keer. Dus ik geniet wel van het leven. En ik eet wel wat ik lekker vind ook. En 6 keer per week naar de sportschool of niet? Zo te zien nog niet, hè? Nee, nog niet, nee. Nou, ik ben er wel mee bezig, maar nog niet zoals de meesten hier zo groot. Doe mijn best. Ja, moet je ook geleidelijk aandoen, anders knap je uit elkaar. Ja, dat lijkt mij ook inderdaad. Ook aangepast menu? Nee, valt mee. Gewoon gezond. Niet te veel McDonald's. Maar verder eet ik alles. En ook een speciaal menu? Niet echt. Hoe hou je die vorm erin dan? Ik kan toch niet alles maar eten en drinken? Goede genen hebben. Oh, dus deze en genen wil ook nog wel helpen. Huh? Ja. Ja, ik verbrand alles wat ik eet, dat scheelt. Hoe voelt het nu? Geweldig. Als je het allemaal zo ziet? Fantastisch, echt. Ik ben helemaal tevreden. Ik kan niet ik heb geen woorden, gewoon ik geloof er niet. Het is een droom, een dream come true. Interessant. Pas wel een beetje in de buurt, hè? De meiden voor de ramen en nou de jongens in de ramen. Ja, alleen nog het rode licht en dan is alles perfect. Ik heb wel bewondering voor hun dat zij het doen. Ja, het is prachtig om naar te kijken. Het is wel mooi om naar te kijken, inderdaad. Zou jij zoiets doen? Als ze jou zouden vragen, zou je zo in het etalage gaan staan? Ja, tuurlijk. Waarom niet? Ja, ik vind het erg leuk. Het is heel creatief, heel jong. Het is denk een beetje gay gericht. Ik denk dat heel veel klanten de winkel wel zullen vinden om deze mooie onderbroeken te kopen. Nee, maar ik hou niet van die dingen die altijd erbovenuit komen en waar dan het maatlabel. Wat komt eruit dan? Het maatlabeltje. Ik knip er altijd alles uit. Kan je controleren hoor. Nou, ik vind het alleen maar leuk en het ziet er allemaal hartstikke goed uit. I've discovered them in Barcelona a few years ago. And so I was quite happy and surprised they opened a store tonight. So I'm very happy for them and I wish the best. Het is ook leuk om een mooie onderbroek te dragen als je met jouw partner alleen ben, weet je, op een intiem moment. Het is ook een heel belangrijk gedeelte van de versierend moment. Laat Amsterdam weer de gay capital of Europe worden. En met zulke leuke zaken, kwaliteit en leuke mensen. En in een prachtige straat, de Zeedijk.